Het nieuws van donderdag 17 april. Hangjongeren worden te hard aangepakt, zegt een wetenschappelijk rapport. Maar ze negeren is ook geen optie. De A2 staat voor automobilisten gelijk aan file. Er wordt de komende jaren gewerkt aan verbeteringen, maar tot die tijd is het geduld opbrengen in de file. Het is het toppunt van inspraak. Een wijkagent die burgers vraagt hem te vertellen wat hij moet doen. Nou, dames en heren, goedenavond. We zijn doorgeschoten met de aanpak van hangjongeren. Dat concludeert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling in een rapport dat vandaag is gepresenteerd. Jongeren te hard aanpakken werkt volgens de RMO zelfs averechts. Maar ze negeren of tolereren, dat is ook niet de oplossing. Hangjongeren, we zetten dure voorzieningen voor ze neer. Maar het liefst niet bij hun in de buurt. Het liefste ver weg. Heel ver weg. Tonnen worden er gestoken in voorzieningen voor hangjongeren. Stevig gemaakt voor jongeren, maar niemand gebruikt het. Dat is het beleid van de afgelopen jaren. De problemen met hangjongeren oplossen door ze naar de plekken te jagen die voor hen bedacht zijn. De Raad Maatschappelijke Ondersteuning zegt dat met name politici daarin zijn doorgeschoten. In het rapport van vandaag stellen ze: geef jongeren ruimte om te flaneren en stel grenzen aan onacceptabel gedrag. Jongeren dus niet gek maken met apparaatjes zoals de mosquito, waardoor ze via hoge tonen van hangplekken worden verdreven. Nee, jongeren moet je juist vrijlaten, maar wel duidelijk de uiterste grenzen aangeven. Zoals bijvoorbeeld bij jongereninloopgenderingen. Hun filosofie: doe normaal tegen jongeren. Maar ze zijn er niet soft. Nee, helemaal niet. Nee, want wij sturen ook best jongeren weg als ze dingen hebben gedaan die ons niet aanstaan, die dus de regels overtreden hebben. Dan zeggen we: kom volgende week maar terug met een ander woordenboek. Bijvoorbeeld als ze verschrikkelijk hebben lopen vloeken. Dat is iets wat we dus echt niet willen. Dan mogen ze de volgende keer terugkomen en dan komen we er niet meer op terug. Want ze zijn bestraft en dat is genoeg. Van plek naar plek zijn ze gestuurd tot ze bij de jongereninloop kwamen. De aanpak daar werkt. Maar of we met het nieuwe advies van de RMO ook echt toleranter worden naar hangjongeren, is nog maar de vraag. Zelfs de jongeren zijn beducht. Als ik langs een groep jongeren moet en ik ben alleen. Jij gaat ook niet langs een groep jongeren? Nee, ik kijk er wel vooruit. Nu hoort u het eens van een kenner. Eindeloze wegwerkzaamheden en ellenlange files. De snelweg A2 heeft een beruchte naam. De vraag is of het beter gaat worden. In ieder geval nemen de werkzaamheden de komende jaren alleen maar toe. Vannacht wordt de snelweg richting Utrecht volledig afgesloten voor een spoedreparatie. Nou, langs de A2 staat verslaggever Annemieke Schakelaar. Annemiek, wat gaan ze repareren vannacht? Ja, een scheur in de rijbaan richting Utrecht ter hoogte van de Lingebrug bij Geldermalsen. Die scheur is ontstaan door een verzakking in het wegdek. En Rijkswaterstaat is bang dat als die scheur erger wordt, dat die toch te gevaarlijk is. Nu kun je er nog wel overheen, maar als die iets dieper wordt, dan zouden met name motorrijders daar gevaar kunnen lopen. Dus wil Rijkswaterstaat er meteen een nieuwe laag asfalt op doen. Nou, hij zit over de hele breedte van de rijbaan. Dus vannacht gaat die hele rijbaan richting Utrecht dicht. En het idee is dan dat morgen met de ochtendspits de rijbaan weer gemaakt is. Dus er weer overheen kan. Nou, die scheur is ontstaan door die verzakking, is ontstaan door werkzaamheden hier voor de verbreding van de A2 en ontdekt bij dagelijkse inspecties. En ja, de komende jaren staan er echt nog veel meer werkzaamheden aan de A2 gepland. De A2 komt al jaren voor in de file top 10 en het wordt alsmaar drukker. De snelweg heeft nu 2x2 rijstroken en een vluchtstrook die bijna continu als spitsstrook in gebruik is. Om de files te verminderen heeft het Rijk besloten de weg te verbreden. Op het stuk van het knooppunt Everdingen tot het knooppunt Deil, dat dwars door Gelderland loopt, wordt de A2 voor 200 miljoen euro verbouwd. De weg krijgt er aan beide kanten een rijstrook bij. Op het knooppunt Deil komt er een extra lus voor het verkeer dat vanaf de A2 de A15 op wil richting Tiel-Nijmegen. Over het hele traject moeten aanpassingen gedaan worden. De Lingebrug in Geldermalsen wordt bijvoorbeeld compleet gesloopt. Het oude viaduct, wat inmiddels net na de oorlog is gebouwd, is gedateerd en te smal. We gaan dat volledig slopen om daar op die plaats ook weer een nieuw viaduct te bouwen. Om daar straks de rijstroken te maken die uiteindelijk ruimte bieden aan het verkeer. De A2 wordt op dit moment dus verbreed naar 2x3 rijstroken. Maar nu is al bekend dat dat op termijn niet genoeg is.
nog meer rijstroken aanleggen is juridisch nog niet rond. Maar als dat straks wel gebeurt, hoeft volgens Rijkswaterstaat de snelweg niet weer helemaal op de kop. We plagen de mensen maar één keer, dus we doen zoveel mogelijk nu wat we kunnen doen, zodat we straks, als dat tracébesluit onherroepelijk is, zo min mogelijk hinder nog veroorzaken. Nou Annemiek, we zien het op dit moment ook achter jou, maar zo te horen is de ellende op de A2 ook nog lang niet voorbij. Nee, dit duurt zeker nog tot 2011, 2012. En Rijkswaterstaat doet er wel samen met de bouwers alles aan, zeggen ze, om te voorkomen dat er veel overlast ontstaat voor de automobilisten. Zo wordt er gekozen tijdens die werkzaamheden de komende jaren om eerst nieuwe rijbanen aan te leggen, nieuwe viaducten, nieuwe bruggen, voordat de oude aangepakt worden om te verbreden. Je ziet vaak bij wegwerkzaamheden, dat ken je zelf wel, dat rijstroken versmald worden. Nou, daardoor moet je snelheid omlaag, ontstaan er nog meer files. Nou, hier bij de A2 wordt echt gekozen voor tijdelijk extra asfalt, waardoor we gewoon door kunnen blijven rijden. En als dan straks de oude stroken verbreed zijn, dan moet dat tijdelijke asfalt weer weg. Nou, zeker is wel dat in september een heel weekend die A2 er helemaal uit moet. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Deil gaat dan die hele A2 op slot. Want de bouwers zeggen, ja, dan kunnen we in één weekend zoveel meer doen dan wanneer we avond aan avond die wegafzettingen weer moeten opbouwen en afbreken. Dat kost veel te veel tijd. Ja, en als het goed is, dan is dus in 2012 zijn al die werkzaamheden voorbij. En dan zou die file hier achter mij opgelost moeten zijn volgens Rijkswaterstaat. Ja, en of dat dan dus ook zo is, dat moeten we dan dus dan zien. Annemieke Schakelaar, bedankt. Moet de wijkagent het verkeer controleren of moet hij achter de baldadige jeugd aan? In een deel van Apeldoorn mogen de mensen zelf bepalen waar de wijkagent zijn tijd aan besteedt. Politieman Jan Huver die bedacht dit unieke initiatief om er nog beter achter te komen wat er in zijn wijk speelt. De Apeldoornse wijkagent Jan Huver zit al 30 jaar in het vak. En zo doet hij het liefst zijn werk. Dicht bij de mensen zijn en hulp bieden waar het echt nodig is. Wat betekent de wijkagent voor u? Nou, heel hoop. Een hele hoop steun. En een hele hoop vertrouwen en punten. Een wijkagent kan niet iedereen bezoeken. Dus als je echt wilt weten wat er speelt, heb je ook input van de bewoners zelf nodig. Huver heeft daarvoor iets nieuws bedacht. Bij wijze van proef mogen bewoners van zijn wijk Osseveld-Woudhuis beslissen waar hij zijn tijd in moet steken. De klussen die de agent te wachten staat, waar denken jullie dan aan? Nou, dit zijn de snelheidscontroles in de wijk op basis van de klachten. Dat is de verkeerssituatie rondom scholen, de veiligheid met name. En het is de bekendheid van de wijkagent in de wijk. U vraagt wij draaien, dat gaat nog net niet op. Maar we gaan wel een eind die richting op. En na afloop dan kunnen we eens kijken, hey, wat heeft het opgeleverd? De wijkraad heeft 150 van zijn werkuren ingevuld. Grote ergernis bij veel bewoners is de verkeerschaos bij de basisscholen als ouders hun kinderen wegbrengen of ophalen. Wij waren gisteren met de fiets en toen ging bijna een auto tegen ons aan. Het is wel goed dat de agenten dan op letten. Ja, want anders dan was je gelijk zo dood of bloed. En dan moet je naar het ziekenhuis. Haast. Ja. Onderdeel van inderdaad. Je komt vanaf het toezicht op verzoek levert direct resultaat op. Ja, de omstandigheden kom je gewoon te laat anders. Dus gok genomen over de busbaan. Ja. Op de bon geslingerd, hè? Op de bon geslingerd, inderdaad, ja. Ja, ja, moet je consequenties van onderzien. Hè. Het heeft wel zin om iemand hier met een blauwe pet neer te zetten. Duidelijk, absoluut. Naast handhaven, toezicht houden en bemiddelen draagt de wijkagent ook oplossingen aan. Ik vind, misschien is het ook wel wat dat je ouders of leerkrachten met een vestje buiten gewoon 10 minuten op straat zet en ook de ouders op aanspreken corrigeert het daarvoor nodig. Dus dat is ook een optie. Ik ga er werk van maken. In de wijk Osseveld-Woudhuis weet iedereen straks wie hun wijkagent is en wat hij precies doet. Tim vroeg waarom ik een pistool had. Heb je die dan wel dan? Nou, hier zit er een hele grote. Kijk eens, kun je dit zien? Ja. Als er iemand met een pistool tegenover me staat, dan moet ik ook wat kunnen doen, hè? Ja, zo gaat dat. Het is een van de mooiste scholen van Nederland, het Metso College in Doetinchem. Maar hij is ook zo lek als een mandje en het kan er loeiheet zijn. FC Twente speelt de thuiswedstrijden van de play-offs wellicht op Gelderse bodem. Door een verbouwing is het stadion van Twente niet beschikbaar. Momenteel wordt gekeken of de club kan uitwijken naar het Gelredome of stadion De Goffert.
Nijmegenaar Pieter van Uhm volgt generaal Dick Berlijn op als commandant der strijdkrachten. Vanmiddag is het bevel van de krijgsmacht overgedragen aan Van Uhm in Den Haag. En daarmee is hij de hoogste militair van de Nederlandse krijgsmacht. De politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een gijzeling in Duiven. Twee mannen uit Duiven en Arnhem zijn aangehouden. Ze worden ervan verdacht een 34-jarige ondernemer uit Roermond in een restaurant te hebben vastgehouden. Aanleiding zou een financieel conflict zijn. Allochtonen met een buitenlands paspoort mogen zaterdag 26 juli gratis naar de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De organisatie van het festival zegt hiermee positief tegengas te geven aan de verhardende samenleving. 90% van de automatische brandmeldingen in Lochem zijn loos alarm. Het landelijk gemiddelde ligt op 40%. De loze meldingen kosten de brandweer tienduizenden euro's per jaar. Ze komen vooral van mensen die roken op plekken waar dat niet mag en waar brandmelders afgaan. Huurders in Brummen kunnen voor het aankomend EK voetbal gratis oranje vlaggetjes met zuignappen krijgen van de woningstichting. Hiermee wil de woningstichting schade aan gevels en kozijnen voorkomen. Eerder ontstonden namelijk gaten in de woningen door de opgehangen versieringen. De politie heeft twee broers uit Harderwijk opgepakt voor een groot aantal inbraken. De inbraken vonden vanaf september vorig jaar plaats in Harderwijk en Ermelo. De mannen zouden onder meer geld, laptops en muntencollecties hebben gestolen. Het Rijk moet meer geld uittrekken voor ambulances in Gelderland. Dat stelde de directeuren van het regionale ambulancevervoer gisteren op een bijeenkomst in Ochten. Als per inwoner 10 euro extra uitgetrokken zou worden, dan zouden de problemen met de aanrijdtijden opgelost zijn. Nu komen ambulances nog vaak te laat. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Heb ik een rood dak of een blauw dak? Veel Nijmegenaren die keken gisteravond met spanning naar een foto van hun huis. Het gaat om een uniek experiment van de gemeente Nijmegen. Met behulp van speciale luchtfoto's is aan de kleur van het dak te zien of een huis goed of slecht is geïsoleerd. Vol spanning zoekt Hilde Kikken naar haar woning. Is hij blauw of is hij rood? Gaat er veel warmte verloren door het dak of is haar woning juist goed geïsoleerd? Als ik het goed heb, is dit het huis. En dit zijn de dakkapellen. Was het nou goed of slecht geïsoleerd? Nou, het zag er heel goed uit eigenlijk. Ja, er was alleen hier een koude brug. En hier ook. Bij de buren, daar was wat meer aan de hand volgens mij. Maar ik heb de indruk dat het wel goed zit. Is mijn huis een warmtegatenkaas? Stook ik voor niets? Veel Nijmegenaren willen dat weten. De belangstelling op de voorlichtingsavond is dan ook enorm. De afgelopen maanden fotografeerde een vliegtuig met een infraroodcamera 5 wijken in de stad. De camera registreert het verlies aan warmte. Hoe lichter iemand zijn huis, hoe meer warmteverlies. Bepaalde wijken kleuren wel erg rood en geel. De wijk Hatert, om een voorbeeld te noemen. Daar zie je dat de gebouwen zijn neergezet in een tijd dat lichtbouwen al in schwung raakten. En daar is niet echt naar isolatie gekeken. Het zijn ook woningen van voor het bouwbesluit. En daar zie je dat een grote hoeveelheid energie verloren gaat. De wijk Hazekamp scoort erg goed. Nijmegen is dit experiment gestart omdat het jaarlijks 3% energie wil besparen. Met de resultaten van de foto's kunnen woningbezitters, woningcorporaties en bedrijven een energieadvies krijgen. U had goed uw best gedaan om het huis goed te isoleren. Gelukkig wel. Had het toch nog een effect gehad. De resultaten van de gefotografeerde wijken zijn te zien op de website van de stad. Het schoolgebouw is nog niet zo lang geleden uitgeroepen tot de mooiste school van Nederland. Maar het Doetinchemse Metselcollege kampt met het ene probleem na het andere. Eerder bleek het in de school snikheet te worden bij warm weer. En nu blijkt weer dat de sporthal niet waterdicht is. Dit is een van de sportruimtes in de school. Duidelijk is te zien wat de overlast is van het water. De betonnen muren zien er zwaar gehavend uit. De vochtproblemen spelen zich af op de laagste etage van de school. Ook in de gangen is het overal zichtbaar. Gipsplaten rotten weg. Soms staat er na een langdurige regenbui water in de sportzaal. Nou ja, dat betekent dat je op onverwacht moment beneden water kunt hebben in de sporthal. Het zijn de gangen. En dat moet je dan dus weghalen. Maar dat betekent ook dat de muren bijvoorbeeld lelijk beginnen te worden. En dat op sommige plekken de vloer ook slechter wordt.
Deze vloer wordt dan ook vervangen. Kosten 70.000 euro. De bouwer van de school neemt die voor zijn rekening. Het Metso College staat er pas 2 jaar. Eerder waren er al problemen met de temperatuur in school. Door de aparte gevelconstructie wordt het heel erg warm in de klaslokalen. Ook dit probleem is nog niet opgelost. Op dit moment is er een gevelcontrole gaande. Ook hier lekt het. En nu komt ook het grondwater omhoog. Met de reparatie van de muren kan pas worden begonnen als de oorzaak is gevonden. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet precies. We weten dat het riskant is omdat het gebouw vrij diep ligt. Maar in principe zou het waterdicht moeten zijn omdat het één betonnen kuip is. Hoe het komt dat het grondwater toch omhoog komt, wordt dan ook nog onderzocht. Verder loopt er ook nog een onderzoek naar de temperatuurbeheersing in het gebouw. En de gevels worden geïnspecteerd. Verder zijn er geen klachten. Ja, dan zijn we toe aan het weer. Dennis Wild, we mogen deze week tot nu toe eigenlijk nog niet klagen. Maar het zou toch ook warmer worden? De temperatuurstijging die we al dagenlang aankondigen, die komt er echt aan. Heb geduld. Het is momenteel inderdaad wat aan de frisse kant met die stevige noordoostelijke wind. Maar in de loop van het weekend gaat de temperatuur verder omhoog. En volgende week, ik beloof het u, is het volop lente. Nou, dat was het vandaag ook wel. Maar je moest wel even uit de wind gaan staan, hoor. Tussen de stapelwolken door kwam de zon regelmatig tevoorschijn. Die stapelwolken, ze waren er ineens vanochtend, heel veel. Maar in de loop van de dag werd het steeds kleiner. En kwam de zon er echt overtuigend tussendoor. Nou, de komende dagen gaat die zon toch wat vaker schuil achter de wolken. Ondanks dat verder oplopende temperaturen. Wolken, nou, die hadden we vannacht helemaal niet, want vannacht was het helder en daardoor is het ook weer behoorlijk afgekoeld. Op de koudste plek vroor het zelfs 3 graden. En er kwam wat mist voor die vanochtend vrij snel weer wegbrandde. Voorlopig is het dus even de laatste nacht met nachtvorst geweest, want komende nacht neemt de bewolking vanuit het noordoosten geleidelijk aan toe. In het weekend krijgen we ook te maken met deze wolkenvelden net ten zuiden van Nederland. Ja, het gordijn dat trekt eigenlijk geleidelijk aan dicht boven Nederland. Minder ruimte voor de zon, maar wel verder oplopende temperaturen. En dat hebben we te danken aan een oostelijke aanvoer. Vandaag dus die stapelwolken die vanavond verdwijnen. En dan krijgen we vanavond toch eerst helder weer, waardoor het eventjes goed afkoelt naar zo'n 2 of 3 graden boven het vriespunt. Het waait wel vrij stevig, waardoor de temperatuur niet verder zal dalen. En vanuit het noordoosten schuiven dus die wolkenvelden binnen. De meeste opklaringen nog in het rivierengebied, maar ook daar gaat het uiteindelijk bewolkt worden. En morgen beginnen we dan op veel plaatsen grijs, met wolkenvelden. Het blijft gewoon op de meeste plaatsen droog. De wolken zijn te dun om een neerslag uit te laten vallen. En in de loop van de middag dan krijgen we toch weer wat opklaringen. Met name in het rivierengebied zullen we dat zien. En die opklaringen die breiden zich langzaam uit naar het noorden toe. Maar ik denk dat het op de Veluwe grotendeels bewolkt blijft. Met die schrale noordoostelijke wind die ook morgen nog waait, wordt het niet veel warmer dan 11 tot 13 graden. Maar de temperaturen gaan dus omhoog. In het weekend komen we al zaterdag op 14 graden uit. Zondag zelfs 17 graden gemiddeld in Gelderland. Met zelfs weer wat meer zonneschijn. En ook begin volgende week blijven die temperaturen prima. Zelfs ruim boven de norm. 17, 18 graden met wat zon erbij. Volop lente dus. Het had allemaal veel slechter kunnen aflopen dan alleen een paar gesprongen ruiten. De vuurwerkbom die 4 mannen met Oud en Nieuw in Herwijnen liet ontploffen, die had een leven kunnen kosten. Morgen staan ze voor de rechter en u ziet het in TV Gelderland Nieuws. Ik wens u nog een fijne avond. Dit is dan de